Deze webles beginnen met een gedachte-experiment. Stel ik neem een brief, een papier en ik weeg deze op de weegschaal. Een nauwkeurige weegschaal en ik weet zijn massa. Vervolgens ga ik er mijn naam op schrijven in inkt. Die inkt die, uh, zal ervoor zorgen dat de brief zwaarder wordt uh, dan dat die was. Nu ga ik mijn brief opnieuw wegen. Wat zal ik zeer waarschijnlijk meten? Als je hier heel over nadenkt, dan zul je waarschijnlijk eens zijn met mij. Dat de massa van de brief niet veranderd zal zijn op de weegschaal. Hoe komt dat nu? Nou, dat heeft ermee te maken dat elke meting die je doet een onzekerheid in zich heeft. En ook de weegschaal die weegt maar tot op een bepaalde nauwkeurigheid. En als die paar druppels inkt lichter zijn dan de nauwkeurigheid waarmee de weegschaal kan meten, ja, dan zul je dus die extra druppels niet kunnen meten. En dit is een probleem wat in de natuurkunde speelt. Elke grootheid die je meet, die bevat een onzekerheid. En daarmee moet je dus rekening houden. In deze webles gaan we kijken hoe we duidelijk kunnen maken hoe groot die onzekerheid ongeveer is. En uh, we gaan ook een paar rekenregels bekijken en toepassen. Meet onzekerheden. Een voorbeeld. Ik ga een lengte meten van een voorwerp. En ik ga uh, de lengte opschrijven. Voor is 5 centimeter lang. Dan meet ik hem opnieuw 5 centimeter lang. Derde keer 5 centimeter. En ook de vierde keer meet ik een lengte van 5 centimeter. Je zou misschien op het eerste gezicht denken dat het vier keer dezelfde meting is, maar natuurkundig gezien zit hier een heel duidelijk en een groot verschil. De eerste meting bijvoorbeeld had ik gedaan kunnen hebben met een bordlineaal. En ik leg mijn voorwerp ernaast en ik zie dat, uh, dat hij toch wel heel dichtbij in de buurt van de, de vijfde streep komt. Dus ik schrijf op 5 cm. Wat ik eigenlijk zeg is: ja, maar ik weet niet hoe lang mijn voorwerp is. Maar uh, doordat ik met een bordliniaal heb gemeten, weet ik zeker het zal niet korter zijn dan 4,5 en ook niet langer dan 5,5 cm. Dus de onzekerheid van mijn meting. Zit verstopt in de manier waarop ik mijn meetwaarde opschrijf. Ik zou mijn meting kunnen gaan herhalen met een geodriehoek. Een geodriehoek heeft millimeters. En dan zou ik kunnen meten 5,0 cm op de millimeter nauwkeurig afgelezen. Wat ik dan zeg, is eigenlijk tussen deze twee waarden zit mijn lengte zeer waarschijnlijk. Dan zou ik het nog preciezer kunnen doen met een micrometer. En een micrometer die heeft een nog kleinere onnauwkeurigheid, een nog preciezere marge van meten. En ik zou zelfs naar het van Swinnen laboratorium in Delft kunnen gaan. En ik zou ze kunnen vragen, probeer dit nou heel precies te meten met een interferometer en dan zou het antwoord kunnen zijn. Ja, de lengte van het voorwerp is 5,000000 centimeter. En dan zeggen ze eigenlijk We hebben het heel precies gemeten, maar zeker weten doen we het nooit. Maar de marge in onze meting is heel klein. De afspraak is nu dat we alleen de cijfers opschrijven waarvan we vrijwel zeker weten dat ze kloppen. Deze cijfers noemen we dan ook de significante cijfers. In onze eerste meting heb ik één significante cijfer, de tweede heeft er twee, de derde heeft er zelfs vier en de vierde meting die is zeer nauwkeurig geweest, want die heeft maar liefst zeven significante cijfers. Even een voorbeeldje, een paar voorbeeldjes om te kijken of het uh, begrip significant cijfers erin zit. Ik meet een tijd van 25,4 seconden. Hoeveel significant cijfers heb ik hier gebruikt? Nou, dat uh, zijn er drie, dat is vrij logisch. De tweede meting, 0,075 newton als kracht. Je bent nu geneigd om te zeggen vier significant cijfers, maar let op, de eerste twee nullen die zijn niet echt gemeten, die geven alleen maar aan in welke orde ik mijn meting moet uh, zoeken. Het zijn machten van 10. En dan hou ik er nog maar twee over. Dit, uh, deze meting is gegeven in twee significante cijfers. De derde meting lijkt hetzelfde, maar nu staan er twee nullen achter. En nu moet je zeggen, ja maar als ik die nul opschrijf, dan ben ik er van zeker van dat die klopt, dus die zijn significant. En uh, deze meetwaarde is dus in vier significante cijfers opgeschreven. Pi tot slot komt vaak voor in uh, formules en vergelijkingen. Pi is geen gemeten waarde, heeft dus geen significante cijfers. Je zou ook kunnen zeggen, Pi heeft oneindig veel significante cijfers en zal nooit voor een probleem zorgen. De vraag is nu, hoe gaan we nu om met het rekenen met meetwaarden? Twee meetwaarden die allebei een bepaalde onzekerheid in zich hebben. Hoe gaan we daar rekening mee houden als we daar uh, naar een antwoord willen gaan rekenen? Nou, daar hebben we twee rekenregels voor: eentje voor optellen en aftrekken en eentje voor vermenigvuldigen en delen. En we gaan ze allebei even kort bekijken. Het rekenen met significantie als je aan het optellen en aftrekken bent. De regel is als volgt: bij elk van de meetwaarden waarmee je gaat optellen of aftrekken, ga je kijken naar het minst aantal significante cijfers achter de komma. Wat is namelijk de regel? De meetwaarde met minst aantal cijfers achter de komma, die bepaalt ook hoeveel cijfers achter de komma het antwoord mag hebben. Je kunt nooit een preciezer antwoord hebben dan het minst precieze getal waarmee je begint. Voorbeeld: ik tel twee tijden bij elkaar op: 0,72 seconden en 1,3 seconden. Wat wordt het antwoord? We gaan eerst kijken hoeveel cijfers achter de komma heeft elk getal. Nou, de eerste meetwaarde heeft twee cijfers achter de comma en de tweede heeft er slechts één. De rekenregel zegt dan, mijn antwoord mag dan hebben slechts één cijfer achter de comma. De rekenmachine zegt 2,02, maar je moet dus afronden naar één cijfer achter de comma en het juiste antwoord wordt 2,0 seconden. Tweede voorbeeld. Ik heb twee massa's gewogen en die ga ik van elkaar aftrekken. 1,2 kilogram en 1160 gram. Dit is al, al ietsjes lastiger dan het vorige voorbeeld. Uh, ik ga ze eerst omschrijven naar dezelfde eenheid. En ik heb ervoor gekozen om ze naar kilogram om te schrijven. Dan krijg ik 1,2 kilogram min 1,160 kilogram. Nu ga ik de rekenregel weer toepassen. Eerst, het eerste getal heeft 1 cijfer achter de komma, het tweede heeft er 3. Mijn antwoord mag er maar 1 achter de komma hebben. Ik reken het uit, 0,040 geeft mijn rekenmachine. Ik moet afronden op één cijfer achter de comma. En die komt een beetje verrassend uit, 0. Hoe zit het nou met onze brief? Uh, in het voorbeeld van onze brief zou je nu de massa van het inkt willen kunnen meten. Dan moet je zorgen dat je weegschaal zo nauwkeurig meet. Zoveel significante cijfers achter de comma meet. Dat hij dat verschil. Van die massa van het inkt kan meten. Dus uh, de weegschaal moet tegelijkertijd en de massa van de brief kunnen meten en de massa kunnen meten van die paar druppels inkt die erop zitten. En uh, die weegschalen bestaan wel, maar die zijn erg kostbaar. Rekenen met vermenigvuldigen en delen. Deze regel lijkt heel erg op de regel voor optellen en aftrekken. Alleen moet je nu niet kijken naar het aantal cijfers significant achter de komma, maar je pakt het totaal. De meetwaarde met minst aantal significante cijfers in het totaal, die bepaalt ook het antwoord. Voorbeeld, ik heb een tafel van 59 bij 122 centimeter en ik wil het oppervlak gaan berekenen. Het oppervlak is natuurlijk gelijk aan lengte maar breedte. En als ik dat uit ga rekenen, dan kom ik uit op 7198 vierkante centimeter. Nu ga ik de rekenregel toepassen en dan stuit ik op een aardig probleempje. Want mijn eerste getal, mijn eerste meetwaarde, heeft twee cijfers significant. Mijn tweede heeft er drie. De rekenregel zegt dan: Mijn antwoord mag ik maar in twee cijfers significant opschrijven. En ik heb er nu vier, dus ik moet gaan afronden. Maar afronden naar 7200 zou niet goed zijn, want als je 7200 opschrijft, dan schrijf je nog steeds vier cijfers significant op. Ik moet dus dit getal in Twee cijfers significant opschrijven. Hoe doe ik dat? Nou, hier moet ik gaan toepassen de wetenschappelijke notatie. Want als ik de wetenschappelijke notatie gebruik, dan is het mogelijk om dit getal in twee cijfers significant op te schrijven, namelijk 7,2 maal 10 tot de macht 3 vierkante centimeter. Ook hier telt die 10 tot de macht 3 niet mee bij de significantie, want het geeft alleen maar aan hoe groot mijn antwoord is. Even samengevat. Waar ging deze webles over? We hebben gezien dat elke grootheid waarmee je bij de natuurkunde werkt gemeten is en dus ook altijd een meetonzekerheid bevat. De afspraak is dat we door middel van het schrijven van de significante cijfers eh, laten zien hoe groot die meetonzekerheid van je meetwaarde is. Met die significante cijfers kun je ook rekening houden met het optellen, en aftrekken, vermenigvuldigen en delen van verschillende grootheden. En bij het optellen en het aftrekken kijk je naar het aantal significante cijfers achter de komma. En bij vermenigvuldigen en delen kijk je naar het aantal significante cijfers in totaal van je gemeten waarde. En de meetwaarde met het minst aantal significante cijfers bepaalt dan ook hoeveel het antwoord er mag hebben. Nog een paar tips. Gebruik de wetenschappelijke notatie. Want met de wetenschappelijke notatie kun je elk getal in elk Gewenst aantal significante cijfers opschrijven. Let goed op, vooral als je twee cijfers gaat aftrekken, twee meetwaarden gaat aftrekken die bijna even groot zijn. En tot slot en alleen bij de meetwaarden moet je rekenen met significante cijfers. 10 tot de machten en getallen als pi tellen niet mee bij significante cijfers.